Staat hij aan? Ja, aan kan niet staan. Hallo, ik ben Art. En ik ben Fjodor. En wij zijn kwaad. Wij zijn woest. Wij zijn al menig woest op onze ouders. En waarom zijn wij woest op onze ouders, Art? Omdat onze ouders ons onmenig remmen in onze kunstzinnige ontwikkeling. Wij worden als kunstenaars totaal niet serieus genomen. Ze verpesten gewoon ons hele leven. Ja! Maar waarom nemen ze ons als kunstenaars eigenlijk niet serieus? Omdat onze ouders zeggen, quote, dat je als kunstenaar op een andere manier naar de wereld moet kunnen kijken. En dus voldoende van het leven moet hebben geproefd. Voordat je mensen kunt confronteren met jouw bijzondere blik. Alsof wij al niet genoeg van het leven hebben geproefd. Altijd maar die smerige spruitjes. En alsof wij niet op onze eigen manier naar de wereld kunnen kijken. Je denkt misschien, dit is de aarde. Maar het is eigenlijk gewoon een lamp. Wij zullen eens laten zien dat wij de mensen kunnen confronteren met onze bijzondere blik. En daarom hebben wij besloten ons eigen kunstenaarsstroming op te richten. De Blikvallers! Tada! En nu gaan we allerhande kunstwerken maken voor onze sekspositie. Sekspositie. Er zijn natuurlijk onmenig veel verschillende soorten kunst. Zoals er zijn de... bouwkunst! Beeldhouwers! Tada! Schilderkunst! Dat is allemaal wel leuk en aardig, hoor, maar wat zeggen we hier nou eigenlijk mee? Nou, dit is onze bijzondere blik op de wereld. Ja, maar we maken alleen maar blikkenkunst. Zouden we niet wat opener naar de wereld moeten kijken? Goed idee. Wij zullen onze blikken verruimen door middel van deze blikopener. Kom maar even hier. Zo, voor ons laatste kunstwerk zullen wij in enkele ogenblikken al onze blikken op de wereld laten vallen. 3, 2, 1... Jongens, heb je de blikopener gezien? 0! Adesjouler! Wat moet dit nou weer voorstellen? We hebben onze eigen blikkenkunst gemaakt. Blikkenkunst? Zien jullie deze blik? Stel eens aan de rot, jongens! Kunst maken! Bliksems gevaarlijk! Zit uit! Zit uit!